Goedendag, we zitten in een zeer wisselvallige periode in ons land en dat betekent dat zonne-energie, ja, dat valt allemaal een beetje tegen. Er is vaak heel veel bewolking aanwezig door depressies die voorbij trekken. En afgelopen week was dat al het geval en we zien ook heel duidelijk dat de opbrengst van de zonne-energie behoorlijk tegenviel ten opzichte van normaal. Daar staat tegenover dat de windenergie, ja, de opbrengst daarvan best wel goed is. Het waait vaak wat harder. En dat leidt tot meer windenergie. En ook deze week toch wel weer hetzelfde beeld. Een vrij sombere week gaat het worden met vaak veel bewolking. Dat betekent dat de opbrengst van de zonne-energie laag zal zijn in verhouding met wat gebruikelijk is rond deze tijd van het jaar. En de windenergie, ja, die zal toch wel weer een stuk hoger gaan uitpakken, omdat ja, eigenlijk de ene na de andere depressie voorbij scheert. We kunnen het ook mooi zien op de weerkaart. Ik heb hier de weerkaart voor dinsdag en dan zien we veel blauwe pijltjes. Het waait stevig op zee, maar ook boven land. En op hetzelfde moment is er ook veel bewolking aanwezig. Dinsdagmiddag kan de zon wel wat vaker gaan doorbreken. Woensdag, dat wordt ook weer een zeer wisselvallige dag. Op nadering van een depressie die voor wind gaat zorgen. Veel bewolking en ook regen. En ook donderdag en vrijdag, ja, kan er weinig anders van maken. Dat zijn zeer wisselvallige dagen met vaak veel bewolking, neerslag, maar wel een stevige wind. Ja, dat leidt tot de kaartjes zoals die hier achter mij staan. De opbrengst van zonne-energie zal laag zijn. Windenergie, dat doet het op zich wel aardig. Vooral op woensdag, als die depressie dichterbij komt, dan hebben we wat grotere windmolentjes ingetekend om aan te geven dat die windopbrengst wel goed zal zijn. En de zon juist heel weinig door al die bewolking die aanwezig is. En dat geldt ook voor de donderdag en eigenlijk toch ook wel voor de vrijdag. De meeste zon die verwachten we in de kustgebieden, daar waar ook de meeste wind wordt verwacht. Kortom, de opbrengst zal vooral uit windenergie gaan komen deze dagen. En heb ik dan nog een tip voor u? Ja, ik sta hier onder een douchekop bijna. Warm water, dat kost natuurlijk veel energie. En je kan natuurlijk minder warm gaan douchen, dat is een optie. Maar misschien is het ook wel eens tijd om een nieuwe douchekop te kopen. Want je hebt zuinige douchekoppen. Uit een gemiddelde douchekop komt zo'n 9 liter water per minuut. Maar met een zuinige douchekop komt er nog maar 7 liter water uit. Als u dan ook nog de warmwaterkraan wat lager zet, dan slaat u 2 vliegen in één klap. Het watergebruik wordt minder en ook de energierekening zal wat minder hoog uitpakken. Nog fijne dag.